Yo gasten van Dus David Game, mijn naam is Ronald. En het is vandaag weer tijd voor een gloednieuwe game genaamd Trolltale. Dit is van dezelfde makers als Trollface Quest, maar deze keer is het met een soort van storyline. Als de mensen vast op het duimpje mogen, halen we de 4000 likes. Wil je weten hoe de andere Trollface Quests zijn? Kijk dan op het gameportaal. Laat achter in de reactie welke game ik de volgende keer moet spelen, want ik hou van zulke games. Let's go! Zoals ik zei, heeft deze game een storyline. Dit jongetje wordt gebeld door zijn oma, terwijl het dan gewoon een wolf is. Dus we zien het wel. We gaan meteen beginnen, we drukken verder. Wat gaat deze jongen pakken? Oh, bim, bim! Hij pakt zijn hoed en rent uit huis of zo. Iets in die richting. Daar liggen we dan in bed. Hé, slaapkop, word wakker! Zoals je ziet, moet ik weer op dingen klikken en hij neemt een telcounter mee. Zo van hoeveel kliks ik heb gemaakt. Waar kunnen we nu op klikken? Zo te zien kunnen we hier op klikken, dan krijgen we een hoedje. En nu lopen we waarschijnlijk uit huis. Ja, loop weg. Rollen mag ook, dat is originele zelfs. En wat moeten we hier nu doen? Waarom sprong hij daar? Waarschijnlijk moeten we wat doen, maar er gaat een pijltje naar de stenen toe. Dus waarschijnlijk moeten we wat hier wat mee doen. Zo. Ja, hier moeten we wat denk ik wel mee doen. Want ik heb het gevoel, omdat het pijltje nu omhoog gaat, moeten we omhoog vliegen. Ik zeg even, ik heb geen walkthrough gebruikt of wat dan ook. Ik speel het gewoon omdat ik langzaam wel door heb hoe je deze games moet spelen. Kijk maar. Bim. En we vliegen omhoog. Jee. En dan zitten we dan in de lucht aan het vliegen. Flappy Bird. Oké, zal wel. What the fuck was dit? En wij gaan het er zeker op. Ja, we spelen nu blijkbaar Flappy Bird. What the hell? We speelden Flappy Bird, want wij zijn nu dood. Zo te zien zijn we nu in een eng moeras beland. En what the fuck moeten we hier doen? Ik zie hier een kikker. Die kikker hebben we nu in onze handen. Kunnen we die op die gast gooien? Moet er nu wat gebeuren? Eet nog een kikker. Eet nog een kikker. Zegt hij nou de hele tijd? Zegt die kikker nou kawaai? Blijkbaar doen we hier niet fout, maar ik zie wel dat hier een pijltje naartoe gaat. En nu zijn we beland in een vredig huisje. Oh, wat mooi. Wat is dit voor meid? Elke keer als ik de deur open doe, kijkt ze me met aan en gaat ze weer terug. Dus we moeten waarschijnlijk ergens anders op klikken. En dat kan alleen op de wolk. En er is weer gewoon zonneschijn. Na de regen komt weer zonneschijn. En waarschijnlijk als we er nu op klikken, gaat ze raven. Juist. Waar moeten we nu op klikken? Ik zie er wel dat we op onszelf kunnen klikken. Met onze hele vage kikker. What the fuck? En wat gebeurt als ik hierop klik? En waarschijnlijk moeten we nu dit toverstakje pakken. En ja, dat blijkbaar doe ik iets goeds. Ik weet echt niet wat ik aan het doen ben. Ik doe letterlijk maar wat. Zoals altijd. En nu kunnen we waarschijnlijk met het toverstokje kunnen we deze monster wegtoveren. In een drol. Oké, wij lopen nu gewoon door. We hebben de schijt aan die monster die we hebben veranderd in een drol. En we hebben hier nu drie verschillende soorten cadeautjes. We zullen het zien. Wat zit erin? Oh, wat zit erin? Niks. Ah. Wat zit er in deze? Ook niks. En er zit waarschijnlijk hier wel wat in, hè? Is dat zo'n dierenval of zo? Voor beren? Blijkbaar is het een ijzer gebit. Oké, we hebben het zal allemaal wel. Wij lopen gewoon door en deze man loopt de evil weg. Zijn deze nou bang voor me? Zijn deze kleine schattige eekhoorns en een konijntje bang voor me? We kunnen alleen op onszelf klikken. Hé, konijntjes. What the fuck? We moeten proberen aan de overkant te komen. Maar zo te zien staat hier een boomstronk, een halve kapotte boom. En die is klikbaar en die kunnen waarschijnlijk met ons gebit eten. En nu gaan we naar Snow White. Snow White, kom. We zijn erbij. Ik drukte op onszelf en hij gooit zijn gebit op een eenzame kabouter. Maar gelukkig heeft die kabouter een sleutel gedropt. En nu kunnen we weer naar boven. Zoveel logic, jongens. Zoveel logic. Ga naar boven. And there we go. And there we go. En nu kunnen we deze waarschijnlijk openen. Hij trapt hem open. Waarom had je dan die sleutel nodig? We lopen naar het kaboutertje toe. Die zwaait naar ons. Hé, kabouter. Dus waarschijnlijk moeten we op iets anders klikken. We kunnen op het hooi klikken. Nu hebben we blijkbaar een baard. En wat als we nu weer op hem klikken? Want hij heeft ook een baard. Nog steeds blijft hij naar me toe zwaaien. Hoi. Hé. Hey. Alles goed? Oké, okay, chill. Oh. Zo te zien is dit ook klikbaar. En nu hebben wij een hoedje. En... wat de hel? Het is gewoon nergens op. Ik had ook gewoon gelijk dat hoedje eraf kunnen halen. Maar nu kunnen we blijkbaar deze deur openen. En daar was die sleutel voor nodig. Hé, mevrouw. Hé. Wat zijn er? Zijn dat pruimen of croissants? We kunnen erop klikken. Geef ons meer. Geef ons alles. Geef ons alles. Was dit de game?
Nee, toch? Blijkbaar moeten we nu uit het raam springen. Oké, okay. Fuck you, mate. Fuck you. Arme. Oh, ze gilt en we krijgen een leger vol met kabouters achter ons aan. En we moeten op paard klikken. Gekke kabouters die achter ons aanrennen. Die zijn echt niet 100%. Oh, die komt... Wat moeten we doen? We springen gewoon over een drol heen. Begrijpelijk, begrijpelijk. Kunnen we ook over de mol springen? Nee. Verdomde mol. Hier. Terecht. Ik trap tegen gezicht aan. Kut mol. En nog steeds zitten die kabouters achter ons aan. En we zijn nu beland bij een heks. Oké, wat moeten we hier doen? Ik heb iets met zout gedaan. Want dat zat hier bovenop. Kunnen we verder lopen nu? Nee. Kunnen we niet iets met die heks doen? We kunnen... Dit is klikbaar. Ik weet niet waar dit op sloeg, maar het zal wel. Het zal... Oh, kaboutersoep, jongens. Kaboutersoep. Gekke heks. De telefoon gaat. We nemen het op. Hallo? We hebben onze oma aan de telefoon. Het zal al, oma. En die lul hangt hem op. Wat een rotkleinzoon heb je dan. Wat een rotkleinzoon. Hey. Hey, meid. Waarschijnlijk moeten we op jou klikken. En alleen die twee dingen zijn klikbaar. Oh ja, laat ik daarop gaan klikken. Dat is nasty, oké? Dat is veel te lange okselhaar. Dat kan echt niet. En natuurlijk krijgt die kabouter weer verliefd, hè? Viespeuk. Hoe kom je hieruit? Waarom zitten wij in een mensetende plant? Godverdomme. Oké, misschien moeten we wat met die kikkers doen? Er ging een stukje omlaag toen ik op een kikker klikte. Ik weet wat we moeten doen. We moeten op een volgorde op de kikkers klikken. En nu deze. Fuck you, kikker. Oké, dus zo tik, tik, tik. Yes! We doen het best goed. We doen het heel erg netjes zelfs. We mogen trots wezen op onszelf. We springen eruit. Er komt random een vogel naar ons toe. En die is klikbaar. En we doen een gek gezicht terug. Het zal allemaal wel. Deze game is zo vaag, jongens. Er is hier weer een mol. Wat kunnen we met jou doen, mol? What the fuck? Waarom schreeuwt hij? We hebben een magneet en nu zijn we klikbaar ofzo. En door het magneet kunnen we nu omhoog vliegen. Slecht voor je hersenen, man. Slecht voor je hersenen. Maar, ik heb het gevoel dat we nu ook wat moeten doen met die mensen in het ijzeren pak. Omdat wij een magneet in onze handen hebben. Dus, en ijzer, magneet, bla 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 bla. En kijk maar. Ze is niet dood, prins. Ze is niet dood. Oké, waar moeten we op klikken? Zo te zien kunnen we alleen op onszelf klikken. En nu niet meer. We hebben een aardappel of een pruim in onze hand. En nu is deze vrouw wel klikbaar. Arme man, arme man. we zijn uit het raam gesprongen en waarschijnlijk moeten we hier doorheen. Zo te zien doet de hendel het niet op de deur. De hendel doet het wel, maar de deur gaat niet omhoog. Dus we moeten waarschijnlijk ergens anders op klikken. Maar waar? We kunnen niet op onszelf klikken. Zo te zien is dit klikbaar. Zou daar dan een geheime ingang zitten? Oké, dit was raar. En wat als we nu weer op klikken, zijn we heel dun, hè? Nu kunnen we zeker op die hendel klikken. Kunnen we hieronder klikken? In verband met die groot... Dit is zo logics, hè? Dit is zo Oh my god. Kijk uit voor die aap. Kijk uit voor die aap. What the fuck doet die aap eigenlijk? Oké, aap. Goed verhaal. Oké, we lopen over een brug. Waarschijnlijk gaat deze inkrakken. Nee? Kunnen we op de brug zelf klikken? Dit stukje is klikbaar. Deze man bult gewoon dood. Die wilt gewoon dood. En zo zien ze hier een hendeltje waardoor we naar beneden gaan. En go! Yeah! Arme man. We doen alsof we geen pijn hebben en we lopen door. En we zijn bij Granny. Yeah! Trappen we weer de deur in? Wat een barbaar. En nu zijn we in de tuin van oma.
Waar kunnen we op klikken? Ik zie dat we dit kunnen laten bewegen. Er zit een hendeltje onder. Oké. En nu kunnen we zeker op de deur klikken, dat we daar naartoe lopen. Het huis kapot maken mag ook gewoon. Dat mag ook gewoon. Gekke man. Oeh, daar is oma, jongens. Maar het blijkt geen oma te zijn. Oké, de oma blijkt dus een wolf te zijn. Maar dat had ik ook wel gezien. Wacht. De oma had een masker op. En dat was de wolf. Maar die had blijkbaar ook een masker op. En dat was weer oma. Oké, Logix. Deze man denkt echt zo van... Oké, lol. En... Oh my god. Heeft hij ook een masker? Oké. Oké. Leuke game, man, jongens. Toppie.